Hallo, welkom op mijn kanaal Sjerove. Ik ga jullie vandaag meenemen naar de kamer. Ik weet niet waarom ik zo zachtjes praat, maar naar de kamer van onze kleine favoriete plek in huis. Nou, dit is het kinderkamertje. Hij zou op het begin niet veel gebruik van maken, omdat hij in een co-sleeper naast ons bed gaat slapen. Ik ga borstvoeding geven. Dus dan is het ook praktisch om hem gewoon naast mij te hebben. Dus als hij minimaal een half jaar oud is, dan zullen we hem in zijn kamertje laten slapen. Ik ga jullie de meubels laten zien. De spullen die hij heeft gekregen. Hoe ik de commode heb ingedeeld en waar wij alle spullen vandaan hebben. Dus kom maar mee. Dit is het totale plaatje. Aan de linkerkant heb je zijn bedje. Dit is zo'n meegroeibedje. Dus dit kan hij zeker gebruiken tot hij 2 tot 3 jaar oud is. Let niet op deze enge knuffel, die hebben we gratis gehad van de verzekering. Dus deze gaat zeker weg. Klamboe van Jolijn. Ik wilde heel graag een klamboe bij het bedje. Dat geeft toch wel extra touch en geborgenheid. Alleen moeten we een manier vinden om hem goed te verstevigen, want hij is al gewoon een paar keren losgeraakt. Er moet nog een matrasje komen, maar dat komt nog. Het bed, kledingkast en de commode, dat hebben we als set gekocht. Set Oxford in de baby- en tienerstore heb je in Nederland. Met een, ja, het was een mooi prijsje. Ik denk dat het misschien €600 was. Met een co-sleeper erbij. En dan hebben we hier het badje. Met een luieremmer. Hier nog een zitvlak. En er zit ook een thermometer bij. Dat is ook wel handig. Ja. Zo'n setje met een nagelschaartje, nagelknipper, veldje. Op de commode hebben we het aankleedkussen. De muren zijn gewoon wit gebleven, omdat we helaas niet mogen schilderen, dingen mogen ophangen, boren. Dus we zitten te denken om iets van een muursticker, die je makkelijk af kan halen. Anders blijft het zo kaal, zo wit. Dus misschien iets van dieren erop. Want we willen toch in het thema jungle blijven. Is alles in de kleuren groen, bruin, geel. En het matje ook. Met dieren. Het matje hebben we van Amazon. Voederstoel van Casa. Kussen ook van Casa. Tafel ook van Casa. Ik denk die vaas van Maison du Monde. Die droge bloemen van AliExpress. Maar we weten nog niet of we deze hier gaan houden. Omdat het best wel afgeeft en pluist. Dus daar moeten we even iets op verzinnen. Babyfoon. En hier wat boekjes. Dingen te noteren. Gordijn laten maken. Okergeel. Knuffeltjes van Fun in België. De planten van, dat weet ik niet zo snel, IKEA misschien. En dit is echt een waardevol bezit voor mij. Deze knuffel heb ik al sinds dat ik 4 of 5 ben. Dit is door een oudje gemaakt. Hij heet Yogi. Die ging altijd met me mee op reis.
En tot de dag van vandaag heb ik hem nog steeds. Dus deze betekent heel veel voor mij. Dan gaan we weer verder. Dus de commode, aankleedkussen, aankleedkussenhoes, hydrofiele doek. Dat hoef je als deze vies is gewoon te verwisselen. Hier hebben we de billendoekjes, ook in de kleur groen. Op de commode hebben we 2 opbergmandjes. Ik heb het zo verdeeld dat we de essentials, dus de spullen waar we het meest gebruik gaan maken, gewoon binnen handbereik hebben. Dit zijn de verzorgingsproducten. Denk aan badzeep, cremetjes, thermometer, oorwatjes en heel veel samples. Newborn luiers. Dit zijn van die borstmelkzakjes die je in de vriezer kan bewaren. Dit is een elektrische nagelvel. Deze kunnen zowel baby's, kinderen als volwassenen gebruiken. Dit zijn geparfumeerde luierzakjes. En dan hebben we hier een luieremmer met pedaal, handig. Deze bakjes kun je verkrijgen bij IKEA. Dus dat is heel handig. 2 grote, kleintjes en een smallere. Hier heb ik ook wat newborn luiers verstopt. Hier zijn de kleinste maatjes, rompertjes, boxpakjes, broekjes, billendoekjes, snoetenpoetsdoekjes. En hier heb ik een elektrische kruik als hij last heeft van krampjes. Hier heb ik allemaal speentjes, voorraad. Moet ze nog allemaal steriliseren als dat nodig is. En hierachter heb ik bijtringen, alles voor zijn eerste tandjes. In deze kleine bak heb ik mini sokjes. Deze andere zijn slabbetjes. Dit is allemaal gewassen. In de tweede la, daar zijn de hydrofiele doeken. Deze moeten nog allemaal gewassen worden. Hier hebben we nog rompertjes met lange mouw, korte mouw, slabbetjes. Deze zijn we allemaal gewassen. Dit zijn sokjes in wat grotere maten, dus die moeten nog gewassen worden. Luiers. Spulletjes die ik misschien later ga gebruiken. En dan in de onderste la. Luiers, luiers, luiers en nog meer luiers. Dan gaan we nu richting de kledingkast. Dit zijn allemaal boekjes die we hebben gekregen. Behalve deze heb ik zelf laten personaliseren. Om te beginnen hebben we nog meer luiers, jumbo packages. Dit zijn matrashoesen, hoeslakens. Een mand met allerlei knuffeltjes. Dit zijn kleren voor in de winter, truien, cardigans. Allemaal grotere maten. Dit zijn rompers. Dit zijn allemaal rompers, ook in grotere maten. Dit zijn zomerkleren, setjes. En hier hebben we ook allemaal rompertjes, broekjes, nog meer rompers en broekjes en truitjes, allemaal grotere maten. Dus wanneer het zover is, ga ik ze wassen en dan komen ze in de commode. Hier, slofjes. En dit is gewoon zo schattig. Kleine sneakertjes. Nike.
Leuk, hè? Oh. Hier ook de wat grotere maten. Ik heb de maten geordend van die organizers, waarop staat 6 tot 9 maanden, 9 tot 12 maanden. Newborn maatjes. Weet je wat bij wat hoort? Adidas pakje. Deze heb ik ook. Olivier heeft deze ook. Dus dan zijn we helemaal matchy met z'n drieën. En wat ook super schattig is, dat hebben we ook tijdens de babyshower gekregen. Deze Afrikaanse pakjes. Speciaal gemaakt voor onze kleine boef. Nog eentje. En hier willen we zeker een fotoshoot in doen. Dan heb ik hier nog allerlei badcapes, slaapzakken. En hier hebben we een draagzak. We hebben ook nog een draagdoek. En in de onderste la wat grotere luiers. Dus qua luiers zitten we voorlopig goed, denk ik. Echt heel veel spulletjes hebben we gekregen, hebben we niet hoeven te kopen. Dus ik raad je echt aan om niet te veel te kopen op het begin. Want ik snap dat je alles wilt kopen, want zo waren we ook op het gebied van kleding. Alles is schattig, alles is leuk, kan je niet laten liggen. Maar ook heel veel ga je krijgen, ga je dubbel krijgen. Even snel laten zien. Wat we op de kamer hebben. Dus een momentje. Nou, dit is dan de co-sleeper. Dit is dus een bedcel als bescherming voor mocht hij doorlekken. Deze moeten we nog onder het matrashoes doen. Een dun lakentje. Een dekentje. En nog een hydrofiele doek. Maar we gaan hem nog even goed opmaken. Een karretje. Een karretje. Deze moet ik ook nog even goed indelen. Maar dan heb ik in ieder geval de basisdingetjes. Die ik zeker iedere nacht ga gebruiken. Dit zijn billendoekjes. Die ga ik nog hierin doen. Nog meer billendoekjes. Newborn luiers. Borstcompressen. Lekkende tepels. En dan heb ik ook nog deze. Dat is een onderlegger. Om het matras te beschermen. Vlak voor en na de bevalling. Die heb ik in een ander videootje laten zien. Van wat gaat er in mijn vluchtkoffer. De White Noise Machine. Multifunctioneel. Je kan hem gebruiken als nachtlampje. Je kan er muziek op afspelen. Bluetooth box. Van alles wat. Dat was dan de rondleiding, de babyroom tour. In de woonkamer hebben we nog zijn box staan. En we hebben zo'n baby gym en nog een wipstoeltje. Dus we zitten voorlopig wel goed, denk ik, qua baby must-haves of de dingen die hij nodig heeft. Hopelijk vonden jullie het een leuk filmpje. Laat een reactie achter in de comments. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie snel weer in het volgende filmpje. Doei!